In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. In de naam van Jezus moet iedere knie zich buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde. En iedere tong moet belijden tot eer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer. Vanavond welkom in deze Eucharistieviering. Vandaag gedenkt de kerk de heilige Ignatius van Loyola. Afkomstig uit Spanje was hij iemand die eerst een werelds leven leidde en dan tot inkeer komt. En als hij tot inkeer komt, dan begint dat met een onderscheid dat hij maakt tussen een werelds leven, een werelds genoegen en het genoegen vinden in de dingen van God. Hoe onderscheid je dat? Wel, hij merkt in zijn leven dat wat blijft ook als je iets gedaan hebt, dat dat iets is van de Heilige Geest. Is er een diepe vreugde, innerlijke vrede die blijft na de dingen van deze wereld gedaan te hebben? Of is er een grotere vreugde als je de dingen van God doet? Het is het begin van de onderscheiding van de geesten, waarmee hij ook de geestelijke oefeningen aan zijn navolgers nalaat. We noemen ze de Jezuïeten, de Societas Jesu, de gemeenschap van Jezus. Ignatius zelf werd geboren in 1491. En toch, ook wij hier, heel concreet, mogen nog altijd de vruchten van zijn leven plukken. Als ik gewoon wat namen mag noemen van Jezuïeten die voor de Nederlandse kerkprovincie van grote invloed zijn geweest, dan noem ik zeker Pater Penning de Vries, spirituaal van het Groot Seminarium Rolduc, gedurende zo'n 25 jaar, en Pater van der Meer, beide rector en spirituaal, die het Seminarium Rolduc de eerste 25 jaar hebben geleid. Maar ook Pater Wilkens, Pater Potts, Pater van Buitenen. Mensen die de afgelopen 30, 40 jaar voor de kerk van Limburg en ook daarbuiten veel hebben betekend, maar dat hebben gedaan in de voetsporen van de heilige Ignatius van Loyola. Ad Dei Magnum Gloriam, tot grotere eer van God, alles doen. Dat is wat zij hebben gedaan, dat is wat wij allemaal mogen doen. Ignatius zegt dat het goed is om ieder gebed dat je doet, iedere meditatie, te beginnen met de volgende bede. Heer, geef dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van uw goddelijke majesteit. En wat wij mogen zoeken in het gebed is de bede die hij als volgt formuleert. Heer, geef dat ik een innerlijke kennis van u mag ontvangen om u meer lief te hebben en te volgen. Laten wij in die geest ook nu deze Eucharistie gaan vieren en het leven voortzetten zoals Ignatius het ons heeft voorgedaan. En vragen we om vergeving waar niet alles in ons leven zuiver geordend was. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Laat ons bidden. God, gij hebt in uw kerk tot meerdere eer en glorie van uw naam de heilige Ignatius van Loyola doen opstaan.
Geef dat wij met zijn hulp en naar zijn voorbeeld de goede strijd kunnen strijden op aarde en met hem de krans van de overwinning verwerven in de hemel. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord in de lezing. Uit de profeet Jeremia. In het begin van de regering van Joachim, zoon van Josia, koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Dit zegt de Heer: ga naar de tempel van de Heer en zeg in de voorhof dat hen die uit de steden van Juda naar de tempel komen, om de Heer te aanbidden. Alles wat ik u opdraag zonder één woord weg te laten. Misschien luisteren zij en komen ze tot inkeer, zodat ik spijt krijg over de rampen die ik tegen hen om hun zondig leven beraamde. Zeg daarom tot hen: dit zegt de Heer, als je niet naar mij luistert en niet leeft volgens de wet die ik u heb gegeven, als je niet luistert naar mijn dienaars, de profeten, die ik telkens maar weer vergeefs naar u zond, dan doe ik met dit huis hetzelfde als ik met Silo gedaan heb. En maak ik deze stad tot een vloek bij alle volken op aarde. De priesters, de profeten en alle aanwezigen hoorden de reden die Jeremia in de tempel hield. Nauwelijks had Jeremia de reden die hij in opdracht van de Heer voor alle aanwezigen hield beëindigd, of de priesters, de profeten en alle aanwezigen grepen hem vast en schreeuwden: sterven zult ge. Hoe durft ge als profeet van de Heer te zeggen: deze tempel zal het vergaan als de tempel van Silo, en deze stad wordt een puinhoop zonder bewoners? En allen stormden tegelijk op Jeremia af, in de tempel van de Heer. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de tussenzang: verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Zo talrijk als haar op mijn hoofd zijn zij die mij zonder grond haten. Zij die mij kwellen zijn machtig. Ze eisen onrecht van mij. Zou ik terug moeten geven wat ik nooit heb geroofd? Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, Heer. Om u heb ik iedere smaad verdragen. Al steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten. Mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. Verhoor mij, omdat gij almachtig zijt, Heer. Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Verhoor mij, omdat gij almachtig zijt en trouw in het hulp verlenen. Verhoor mij, omdat gij almachtig zijt, Heer. Halleluja, 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 halleluja. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer, laat mij uw beschikkingen zien. Halleluja, halleluja. Halleluja. De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begaf Jezus zich naar zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd zeiden:
Waar heeft hij die wijsheid vandaan en de macht om wonderen te doen? Is hij niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus, Jozef, Simon en Judas? Wonen zijn zusters niet allen bij ons? Waar heeft hij dat alles vandaan? En zij namen er aanstoot aan. Maar Jezus sprak tot hen. Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen stad en in zijn eigen kring. En wegens hun ongeloof deed hij daar niet veel wonderen. Woord van de Heer. Waar heeft hij die wijsheid vandaan, vraagt men, als Jezus gesproken heeft in zijn vaderstad? Waar heeft hij die wijsheid vandaan? Want hij zegt ons dingen met een grote overtuiging. Want wat Jezus zegt, begint altijd met voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Dus dit is echt waar. En waarom is dit waar? Waarom is daar geen spel tussen te krijgen? Omdat het een woord van God is. Hij zelf, Zoon van God, spreekt met deze absolute zeggingskracht. Dit is waar, voorwaar. En dan zegt hij dingen die men graag liever niet hoort. Dat gold voor Jezus. Maar als wij de kerk, het mystieke lichaam van Christus, noemen, mogen wij weten dat een van de woorden van Jezus over die kerk gaat. Wie u hoort, hoort mij. En dan wordt dit bezwaar van de mensen van Nazareth, jegens Jezus, wordt plotseling heel actueel. Waar haalt de kerk dit vandaan? Van waar die wijsheid van de kerk? Om dingen te zeggen alsof dat absolute waarheid is. En zo is in deze wereld waarheid iets relatiefs. De een vindt dit waar, de ander vindt dat waar. En we moeten elkaar vooral respecteren. En iedereen moet kunnen doen en laten wat hij zelf wil, zolang men elkaar maar niet te veel lastig valt. Dat is de norm die in feite in onze samenleving geldt. Maar dan zegt de kerk, nee, er zijn waarheden. Waarheden omtrent de beschermwaardigheid van het leven, om maar iets te noemen. En het wordt de kerk niet in dank afgenomen. Want hoe kan de kerk nu pretenderen de waarheid in pacht te hebben? Als mensen de waarheid in pacht zeggen te hebben, dan noemen we mensen eigenwijs. Maar hier gaat het niet om zomaar eigen wijsheid. Het gaat om de wijsheid die van God komt. Waar heeft hij die wijsheid vandaan, vragen de mensen van Nazareth. Wel nu, die wijsheid komt van zijn vader. Waar komt de wijsheid van de kerk vandaan? Dat is niet omdat die mensen van de kerk zo slim zijn of zo heilig zijn. Dat zijn ze helemaal niet, een enkeling daar gelaten. Maar omdat God zelf heilig is en omdat Jezus zelf zich met zijn kerk heeft willen verbinden, wie u hoort, hoort mij. En hij stelt Petrus aan als opperherder, plaatsbekleder van hem op aarde. En hij roept zijn apostelen om in zijn naam zijn woorden te verkondigen. Woorden die ons in de Bijbel zijn gegeven. Woorden waar wij niet zomaar omheen kunnen. Want niet alles is relatief. Er is een absolute waarheid. Dat er een God is. Van wie alles afkomstig is. Aan wie ons leven toebehoort. Het probleem van Jezus' tijdgenoten. Wat ook eigenlijk het probleem is van onze kerk nu. Is dat God mens wordt. Hij wordt vlees. Hij is één van hen. Hij woont daar zomaar. In Nazareth. En hij is God. Het hoeft niet te verbazen dat bijvoorbeeld de moslims van Jezus beweren, hij is niet echt gestorven. Voordat hij stierf aan het kruis, heeft God hem weggenomen. En een ander heeft zijn plaats ingenomen. Want dat is toch onmogelijk dat God, dat een profeet als Jezus volgens de moslims, maar zelfs dat is al natuurlijk heel wat, zomaar sterft aan het kruis. Ja, God komt zo dichtbij dat het bijna ongelooflijk is. Maar tegelijkertijd schenkt God ons zijn geest, opdat wij hem de eerste plaats kunnen geven. Opdat we in hem kunnen geloven en door zijn Zoon Jezus Christus het eeuwig leven kunnen ontvangen.
Op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola leggen wij nu onze gebeden en vragen aan God voor. Voor de orde van de Jezuïten, die van grote betekenis is voor het leven binnen de kerk, dat zij blijft bijdragen aan de geest van de onderscheiding die ons helpt om Jezus te volgen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor paus Franciscus, die behoort tot de Jezuïten en met die vorming leiding geeft aan de kerk, dat mensen hem het vertrouwen geven om te vernieuwen wat nodig is en te behouden wat van waarde blijft. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor degenen die vasthouden aan oude tradities die niet meer passen bij deze tijd, dat zij de moed hebben om te onderscheiden wat werkelijk het geloof in Jezus dient. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de mensen die een leven leiden waarin voor God nauwelijks plaats is, dat zij in navolging van Ignatius op een keerpunt mogen komen, waardoor zij verder kunnen leven met God. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de mensen die nieuwe ontwikkelingen tegenhouden en daardoor mensen tegen elkaar opzetten, dat zij niet de verdeeldheid bevorderen, maar werken aan eenheid en geloof. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Voor onze parochiegemeenschap, die probeert de verbondenheid met Jezus gestalte te geven, dat het leven vanuit Jezus en de dienstbaarheid aan elkaar een harmonisch geheel vormen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En bidden wij voor onze persoonlijke intenties en voor de noden van mensen wereldwijd. Laat ons bidden, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Goed, God wil onze gebeden aanhoren en verhoren. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen. Neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij God, alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, O Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer onze God,
Mogen de offergaven die wij u hebben gebracht bij deze viering van de heilige Ignatius u welgevallig zijn. En wijd ook ons u toe in de waarheid door dit verheven mysterie dat gij ons hebt gegeven als bron van alle heiligheid door Christus onze Heer. De Heer zij met u en met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid. Om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugd op het feest van de heilige Ignatius. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof, en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk. Sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan. Het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.
Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Lam God, dat wegneem de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lam God, dat wegneem in de zonden der wereld, ontferm u over ons. Lam God, laat weg in de zonden der wereld, geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. Amen. Dit zegt de Heer, vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen. Thank you.
Laat ons bidden. Heer, met dankbaarheid hebben wij het offer van lof opgedragen bij de viering van de heilige Ignatius. Wij bidden u, laat deze eucharistie ons brengen tot de eeuwige lofprijzing van uw majesteit door Christus onze Heer. Amen. Slotlied vindt u pagina 1225. De Heer zij met u. Amen. Zegen u de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu al en heen in vrede. Wij danken God. God, grote zuivere Maria, maak het fijn. Gedoog dat ik zijn. Als gij niet waart geboren, o reine maagd vrij, wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij. O roos gezond.